Op een eensame pad, tussen niks en wat, is een groot groep gesuipte mans op pad. Die achterse in die busie het een blink idee, met een plan vir ons land en die ANC. Laat in die middag voor die son gaan sak, staan een 6-voet bok in die middel van die pad. Patrys die drijver moes het dop aangeer, hy was afleef in die koeler toe die manne skree. Wow! Dit was een tref en trap, die manne het net bloed sien spak. Die manne het geskreeuw pas op, maar Patrys was te laat om die brief te trap. Oh, dit was een tref en trap, die manne het die bok gepak. Die manne het gesien wat gebeur as jy een bok op een jachttrip saamvat. 6 kilometer voor o jakkels draai, voor die bok toe wakker met een moerse lawaai. Die busie van die pad af met die brieke wat skree, om die bok te kalmeer, een bekie KWV. Skaars by die plaas en die bok drink bier, met verbande om sy lyf is sy hande gommie vier. Hy doen dinge soos een mens en hy snij graag spoor, soos een bloedhond in die veld loop op bok jou voor. Dit was een tref en trap, die manne het met bloed sien spak. Die manne het geskreeuw pas op, maar Patrys was te laat om die brief te trap. Oh, dit was een tref en trap, die manne het die bok gepak. Die manne het gesien wat gebeur as jy een bok op een jachttrip saamvat. En 2 dae later sit die manne weer en braai, vir die eerste keer nuchter en die koppe begin te draai. Van daar deur die vlamme herken nou Pieter planne, die man in verbande met 'n mak tussen sy hande. En hy sing: Delarey, Delarey, sal jy die jagters kom lei? En dis wat gebeur as jy een bok op een jagttrip saamvat. Dit was een tref en trap, die manne het net bloed sien spak. Die manne het geskreeuw pas op, maar Patrys was te laat om die brief te trap. Oh, dit was een tref en trap, die manne het die bok gepak. Die manne het gesien wat gebeur as jy een bok op een jagttrip saamvat.